Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld aan een iPad, een device met veel handige functies. Ik laat het je zien. Mijn naam is Thijs en in dit filmpje laat ik je zien hoe Swift Playgrounds werkt. Hiermee kun je eenvoudig leren programmeren. Kinderen die leren programmeren worden echte probleemoplossers. Ze leren mooie dingen maken en hun zelfvertrouwen zal groeien. Wil je hen hierbij helpen? Dan is de app Swift Playgrounds echt een aanrader. Start de app Swift Playgrounds en download de Playground Leren Programmeren 1. Start het eerste level van Leren Programmeren 1. Op het scherm zie je de uitdaging die Byte moet oplossen. Jij gaat Byte helpen door jouw eerste stukje code te schrijven. Voer de code in. Wanneer die klopt, ga je door naar het volgende level. Hiermee heb je de basis gelegd voor coderen. Supergoed gedaan! Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.